Het is gezellig in de studio, want we hebben vandaag niet alleen een vriendengroep in de studio. Ze noemen zichzelf ook een familie. Een groep uit Spangen, Rotterdam, die je kan kennen van hun track La Banta. Maar ze gaan het laatste tijd sowieso heel lekker, hoor. Hun EP gevoelig feestje uit. En met onder andere Kraantje Papi erop en Keizer. En ze zijn hier bij ons in de studio, de mannen van Broederliefde. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Ja, jullie zijn lekker bezig, want gevoelig feest, jullie EP is uit. We kennen jullie al van La Banta natuurlijk. Zijn jullie gevoelig, jongens? Ja, iedereen is gevoelig, toch? Er zitten wel gevoelige jongens in de groep. Maar wie van jullie zijn de gevoeligste? Nou, ik kan het ergens aan, want ik zie hier, het is radio natuurlijk, maar ik zie hier Jer en Melle, jullie staan arm in arm dit interview te doen, gezellig. Best voordat hij me goed kan horen. Oké. Okay. Hey, maar waar komt de naam vandaan, gevoelig feestje? Ja, dat kan ik het best uitleggen, denk ik. Ja, we waren gewoon in Zeeland werken aan ons EP. En we moesten op een titel komen. Ja. En omdat wij veelzijdig zijn en gewoon gevoelige tracks maken en ook feestelijke nummers, kwam ik op dat idee. Hey, hoe is dat? Want jullie hebben dit in Zeeland zijn jullie op een gegeven moment gaan zitten om deze EP op te nemen. Hoe is dat om te doen? Werkt dat hoe gaat het in zijn werk? Jullie gaan gewoon in dat huisje en wacht maar tot het iets gaat gebeuren? Of hebben jullie een plan dan? Ja, het is met z'n allen naar de computer kijken in ieder geval. Ja. En luisteren wat er opgezet wordt. En ja, zo gaat dat. Jammen. Het komt eruit. Luisteren wat er opgezet wordt. Is één van jullie die de beats maakt? Of krijgen jullie die? Meestal worden ook beats naar de mail gestuurd. Snap je? Ja. Dan gaan we gewoon gezamenlijk luisteren. Of de beatmaker die daar op dat moment erbij is, die slaat iets. Hey Mella, één van jullie tracks die heel lekker gaat is La Banta op dit moment. Ja. Die is meer dan 1 miljoen keer bekeken, zag ik op YouTube. Waarom doet die track het zo goed? Ja, ik denk omdat het een internationale nummer vind ik zelf. Het is Kapverdiaans, weet je. Het is anders, begrijp je? En ja, het klinkt gewoon lekker. Het is lekker. Iedereen lekker zomers, toch? Ja, precies. Denk gewoon die sfeer, je weet toch? Het was ook gewoon op het juiste moment gekomen. Zomers, lekker zonnetje erbij. Precies. Ja, en nou zat ik even naar die videoclip ervan te kijken. Leuke videoclip, maar ik vraag me wel af, voor welke voetbalclub zijn jullie nou? Want het is ook nu weer vandaag, ik zie jou met Manchester United, jou met Bayern München, maar in de clip hebben jullie ook een Willem II-pak aan. Wat hebben jullie met voetbal en voor welke club zijn jullie nou echt dan? Ja, in het verleden zijn we zelf voetballers geweest, vandaar. Uh-huh. En we zijn heel sportief. We werken ook met Sporthuis Pim Doesburg, sponsor. Ja. Vandaar dat we zo vaak een trainingspak aan hebben. Maar is er een club waarvoor je echt bent? Verschillende. Er is niet één club waarvan je zegt van... Ik ben voor Feyenoord. Oké, toch nog wel... Wij zijn voor Sparta. Voor Sparta, kijk. Ja. Okay. Nee, is er dan echt concurrentie in de groep zelf? Ja, zeker. Kijk hoe je het ziet. Twee Feyenoorders. En hun claimen voor... Spartanen. Voor Sparta. Dit was zijn, maar, zij kwamen hier dus binnen. En ze hebben echt net drie kwartier lopen discussiëren over een voetbalwedstrijd. En kan jij misschien zeggen wat voor wedstrijd het was? Nee, ik weet totaal niet meer waar je... Ik kan jou zeggen over welke wedstrijd dat ging. Welke wedstrijd? Over Feyenoord. Ajax. Oké. Ik was het niet mee eens met het feit dat hun zeiden dat Feyenoord veel beter was dan Ajax. Dat vond jij niet? Omdat ik vond dat Ajax niet meer hoefde na de 6e minuut. Maar heb je een zwak voor Ajax? Je komt uit Rotterdam. Ik vind het wel heel... Dus ze spelen goed, jongens. Jullie hebben vast een hele hoop verstand van voetbal. Maar jullie zijn hier ook vanwege de muziek. Dan wil ik even naar de muziek. Sjaf, ik wil even van jou vragen. Jullie, onze andere Stromae is een inspiratiebron voor jullie, heb ik gehoord. Ja, laat me het zo zeggen. Gewoon... iedereen die gewoon goede muziek maakt eigenlijk. Ja. Stromae is gewoon super lekker bezig. Heeft zijn eigen sound. En daar zoiets zouden we ook gewoon willen. Gewoon onszelf onderscheiden gewoon door eigen sound te hebben. En hij steekt daar gewoon bovenin. Wie is voor jou nog meer bijvoorbeeld een inspiratiebron? Bijvoorbeeld The Opposites. Zijn ook mannen die gewoon heel goed die hun ding hebben gedaan. Mr. Props. Gewoon die mensen die zich gewoon... onderscheiden door die muziek. Ja, en dan ook bijvoorbeeld, want we hebben ook samengewerkt met Kraantje Papi en Keizer. Die zijn ook allemaal op de EP waar jullie lekker mee bezig zijn. Om jullie toch nog even ietsje beter te leren kennen, ben ik toch wel even benieuwd. Want er zijn een hoop mensen die jullie toch wel goed volgen. Even een rondje als ik begin bij jou. Wie van jullie is de grootste vrouwenverslinder? Van jullie vier. Ja, Ems, ik vraag het aan jou. Wie is dat? Je stelt die vraag gelijk aan de goede persoon. Ja. Goed. Ja, gaan we door met de volgende, Sjaf. Wie van jullie loopt de meeste blauwtjes? De meeste blauwtjes. Ik ken in ieder geval niet. Ik denk toch dat je dan eigenlijk technisch gezien weer naar links moet. Oké, okay, weer. In wat voor opzicht eigenlijk? Nou ja, dat je het wel probeert, maar dat het niet lukt uiteindelijk. Dan zou ik eigenlijk ook wel zeggen dat het Ems is. Opnieuw Ems. Maar qua wat? Ja, blauwtjes. Nee, qua dames. Nee, man. Bij mij lukt het altijd. Volgende, Jer. Wie van jullie is het grootste facebeest? Facebeest? Ja.
Ja, dat is deze feestje ploeg. Ja. En de laatste vraag aan Mella. En die heeft ook te maken met de volgende track. Wie is er wel eens vreemd gegaan? Ja, ik denk... Allemaal. En met dat bruggetje wil ik naar de track gaan. We hebben de mannen van Broederliefde hier in de studio. Ik zou jullie vragen om allemaal even naar de mic te gaan. Want ze zijn hier live. Welke track gaan we horen? Allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Die ga je nu horen op Slam FM. Laat even weten wat je ervan vindt. Dat doe je door een sms te sturen naar 6363 of een tweetje @bijIgmar. Want ze zijn hier live in de studio, de mannen van Broederliefde. Zijn jullie klaar voor, mannen? Ja, natuurlijk. Ja, altijd. Daar komt hij. De mannen van Broederliefde nu live op Slam FM. We zijn allemaal hetzelfde. Yeah. Zet je haar radio wat harder. Het is tijd voor een gevoelig feestje. Niet een klein beetje wat harder, maar echt heel wat harder. Yes, man. We gaan het gezellig maken. We luisteren de EP nog steeds. Toch, download hem. Koop hem, alles. We zijn bezig. Yeah. Let's go. Hé, niggas be like, she is my wife, alleen van mij. Hé, bitches be like, ze vriend genijkt, maar geen bewijs. Hé, niggas be like, she is my wife, alleen van mij. Hé, bitches be like, ze vriend genijkt, maar geen bewijs. Dames zijn voor iedereen, mannen zijn voor iedereen, we gaan allemaal vreemd. Dames zijn voor iedereen, mannen zijn voor iedereen, we gaan allemaal vreemd. What? Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Wow. Yeah. Altijd gedacht, maar nooit geweten. Hiervoor had ik het mooiste leven. Troetje, ik hoorde dat je aan mijn broer zit. Dat laat toch geloven goed is. Vreemd gaan blijkt normaal te zijn. Nu fix die haar blijkt geen verhaal te zijn. Verloop van dit, dat bepaalde jij. Wat jij begon en nu haat je mij. Ik vind je stupido, stupido. Je valt in love met een stupido. Uitstraling neemt je in de maling. Dus speel geen cupido. Ze was net bij mij, maar nu ligt ze bij jou en daarom zeg ik je wij. Vertrouwen geen vrouwen. Spoon iets wat je echt niet bent. Chick is of geen elektricien. Fast time, ze gaat vreemd tot snelheid. Hou je hart vast, anders ben je het kwijt. Yuzu. Hé, niggas be like, she is my wife, alleen voor mij. Hé, bitches be like, ze vriend genijkt, maar geen bewijs. Hé, niggas be like, she is my wife, alleen voor mij. Zijn jullie klaar? Hé, bitches be like, ze vriend genijkt, maar geen bewijs. Dames zijn voor iedereen, huh? Mannen zijn voor iedereen, we gaan allemaal vreemd. Dames zijn voor iedereen, mannen zijn voor iedereen, we gaan allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Ik ben zo, ben je een ho, deel ik je met mijn bro's. Met Boeveer en Katura, we fokken die bad hoes. We nemen jou mee, we maken je man boos. We zijn allemaal dezelfde. Chill even Samira, geloof me, mami, hij belt ze. We gaan allemaal vreemd. Dus je moet niet denken dat hij het met je mee. Nah. Versace, Versace, kom niet in mijn buurt. Als je weet, je bent lobby. Versace, Versace, het schat aan je mat. Maar ben niet met Trobby. We don't trust them, no, no, no. We don't trust them, no, 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 no. Ze hebben alleen met jij, maar tegelijkertijd met M's en mij. No, no. Niggas be like, she is my wife, alleen voor mij. Hé, bitches be like, ze vriend genijkt, maar geen bewijs. Hé, niggas be like, she is my wife, alleen voor mij. Hé, bitches be like, ze vriend genijkt, maar geen bewijs. Dames zijn voor iedereen, mannen zijn voor iedereen, we gaan allemaal vreemd. Dames zijn voor iedereen, mannen zijn voor iedereen, we gaan allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. Allemaal vreemd. M, Shaf, Mella en Jer. We gaan Slam FM. Ik ken de gasten, maar gisteren waren we. We gaan. We gaan. Yeah. Yeah. Allemaal vreemd. Shout out naar Slam FM. Want die mannen gaan. Rotterdam in de building, Spangen hier zo. Woep, woep, woep. Gevoelig feestje. Dank binnenkort de clip. Mag ik een heel groot applaus voor Broederliefde? Maar jullie hebben natuurlijk ook een heel groot nummer wat het gewoon ontzettend goed doet. La Banta. Ja. En die willen we ook graag horen. Dus zijn jullie klaar voor? Ja, altijd. Live in de studio, de mannen van Broederliefde. En nu live op Slam FM hier, La Banta. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ik kan nu echt beginnen. Un desdia, un kebab palestinha. Sentado lá na praça, que pode ficar na casa. São João Batista, cidade velha. Tintiga, praia, tarafa, quebra canela. Família maluca, sentado manhã uca. Fanampa, o rabira, botox, a pura. Saudade em atraso.
terra, família Pereira Monteiro. Sora Bulis, suco, pirata e porto mosquito. Unha mãe, unha mãe. Festa cê sabe, é festa de manche. Hey, let's go. Levanta, 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 levanta. Angre, 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 bade com o bade com o. Levanta, 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 levanta. Angre, angre, bade com o bade com o. Cabo fica chintado, festa está brabo, está com a manos. Claro, vida caro, tem nenhum garrafa, man, cremas. Levanta, angre, tem nenhum. Descansa, dinheiro quem gasta, bebida quem lança. Hoje está moco, cabelo quem pinta. Ai menina, baby, cai farinha. Sapa frota, tinta, sabe o que crê bate. Volta, comida. Só me sente essa, essa paga. Zelf mee, als ziet niemand jou. And everybody say. Ik hoor je niet. And everybody say. Dat gaat lekker, dat gaat lekker. Let me get okay. Een crepa boba, een crepa boba, een crepa boba, mami. Een crepa boba, een crepa boba, een crepa boba, mami. Een crepa boba, een crepa boba, een crepa boba, mami. Een crepa boba, een crepa boba, een crepa boba, mami. Unha mãe, unha mãe. Festa cê sabe, é festa de manche. Unha mãe, unha mãe. Festa cê sabe. É festa de manche. Levanta, 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 levanta. Engre, 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 bate o cubo, bate o cubo. Levanta, 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 levanta. Engre, bate, engre, bate, engre, bate, engre, bate, engre, bate o cubo, bate o cubo. For the last again. And everybody sing. Woo. Gezellig. Liefde bij Slam. And everybody sing. Gaan we nog een keertje doen? Everybody say, okay, let's say, let's go. Ingrepa boba, ingrepa boba, ingrepa boba, mami. 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 Levanta, 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 levanta. Ingre, ingre. Een crepaatje kubo, baatje kubo. Voor de hardwerkende mensen, als je zin hebt in een vakantietje, ik adviseer je om naar Cabo Verde te gaan. Yeah! Mag ik nog een applausje voor Broeder Liefde? Yeah! Ja, een applausje, even een reisje naar Cabo Verde, zeg je? Ja, ja, zeker, zeker. Dat is, wat is het mooiste daar? Alles. Strand. Ja, ik wacht nou wel iets moois, toch? Natuur, alles. Oké. Okay. Geef jullie ook tickets weg? Ja, dat gaan we nog even. Je kan kaartjes winnen bij Slammen. Hey mannen, Broeder Liefde was in de studio. Hun nieuwe EP Gevoelig Feestjes uit. En ik zie jullie snel nog een keer. Dankjewel. Dag man.